Eerder dit seizoen won AFC de thuiswedstrijd tegen Jong Sparta met 2-0. En een nieuwe overwinning zou zeer welkom zijn. Melvin Grootvaam binnen de 5 minuten spelen met zijn voorzet op Ignacio. En die klopt doelman Fabri. En zo staan de Amsterdammers binnen 5 minuten op een 1-0 voorsprong op het kasteel. In een wedstrijd die 10 minuten later begon, omdat er twijfel was of het kunstgras wel goed genoeg was om op te spelen. Bijna een kwartier onderweg met Derek Kwee richting Matthijs Jessen. En die heeft iets moois in gedachten en dat lukt ook nog. Binnen het kwartier AFC op een 2-0 voorsprong. Wat een droomstart voor de Amsterdammers. Die punten in de strijd tegen degradatie dus heel hard kunnen gebruiken. Wat een hoogstandje van Matthijs Jessen. Een kwartier gespeeld en dus een 2-0 voorsprong. Een half uur onderweg met de uittrap van Potveer. Die nog steeds de geblesseerde Zonneveld vervangt. Rietveld. Oh, deze bal lijkt wel te kort. Is ook te kort. Dervizoglu om Potveer heen. En dan is het zomaar 1 tegen 2. En dan geeft AFC die ruime voorsprong toch makkelijk uit handen. Deze terugspelbal van Rob Rietveld veel te kort. Dervizoglu zit ertussen. En Potveer is dan kansloos. Jansen is ook te laat. Maar ondanks dat gaat AFC met een 2-1 voorsprong de rust in. 2 minuten na rust. Fonseca. De 16 in richting Dervizoglu. Die is Jansen kwijt. En Richard maakt dan de overtreding. En dan gaat de bal op de stip. Een penalty dus voor Jong Sparta. Dat is net als AFC ook strijdt tegen degradatie. Jansen doet niks, maar Richard wel. En dus een strafschop voor de Rotterdammers. Dervizoglu achter de bal of voor het Potveer? Nee, het wordt de tweede van Dervizoglu. De 18-jarige spits, een van de grootste talenten van Sparta, zorgt 2 minuten na rust voor de 2 tegen 2. Nog gebeurt er lang niks. Wel wat kansjes voor beide ploegen, maar geen treffers. 5 minuten voor tijd dan. AFC, we vergeten het niet, stond met 2-0 voor en komt met 3-2 achter. Omdat De Winter, de invaller, met zijn 7e goal van het seizoen Potveer passeert. En zo lijkt AFC weer met lege handen komen te staan. De Winter maakt dit keurig af. Potveer kansloos. Er zijn dan nog 5 minuten. AFC krijgt nog een kansje via Richard. Maar in de blessuretijd wordt de wedstrijd beslist. Dervizoglu gaat zo langs van de Houten en Jansen en passeert Potveer en zorgt voor de 4-2 voorsprong voor de Rotterdammers. Jong Sparta dat dus verder wegloopt bij AFC. Niet alleen in deze wedstrijd, maar ook in de stand op de ranglijst. Zonder André Wetzel, de trainer die ontbrak, werd vervangen door Ziad Moumane, doen de Amsterdammers in de laatste minuut van de extra tijd ook nog wat terug het paasje van Kwee. En Ignacio bepaalt de eindstand op 4 tegen 3. Zaterdag een nieuwe kans voor de Amsterdammers thuis tegen HHC Hardenberg.